Hi, welkom terug. Vandaag is het weer tijd voor de favorieten van februari 2016 alweer. Wat gaat het nieuwe jaar alweer snel? De eerste 2 maanden zitten er alweer bijna op. Ik ben zelfs over een paar dagjes jarig. Echt ook op schrikkeldag. Ik ben op schrikkeldag jarig en dat is dit jaar weer. Dus altijd wel een beetje raar, 1 keer in de 4 jaar. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het is dus tijd om de favorieten, beautyfavorieten van februari vast te laten zien. Ik heb hier een aantal mooie producten waar ik dol op ben en die ik met heel veel liefde en plezier gebruikt heb afgelopen maand. En ben je benieuwd daarna, dan blijf vooral eventjes kijken. Als eerste deze shower gel van Triekelmoen en dit is gewoon echt chocola in een flesje. Dit is de Dusted Cacao Heaven en wij vrouwen houden denk ik allemaal wel van chocola en ik ben dol op chocola en dit is heerlijk. Het is echt een en al chocola wat je ruikt. Niet een vleugje of zo, maar zo sterk. En ja, er is wel iets, daar moet je van houden. Ik vind het heerlijk. Als ik deze gebruik, dan zou ik echt het liefst, heb ik soms wel de neiging om die fles in mijn mond te zetten om eruit te drinken. Dat doe ik natuurlijk niet, dat kan natuurlijk ook niet. Maar zo lekker ruikt die en groot favoriet. Dan een bodyproduct, deze body butter van de Body Shop in Frosted Plum. En deze heb ik volgens mij al vaker laten zien. Ik vind hem heerlijk om 's avonds te gebruiken na het douchen. En hij is lekker dik en voedend en hydrateert goed. En ik heb in deze tijd van het jaar nou eenmaal gewoon eerder last van een droge huid. Dus dan moet ik het ook wel goed voeden. En het is ook wel te zien, want hij begint al op te raken. Ik heb nog wel andere varianten staan. Deze maak ik eerst op en deze ruikt gewoon heel zoet naar pruimen en een beetje bloemachtig, fruitachtig. Hele zoete, toch wel warme geur. En die blijf je ook heel lang ruiken, want 's morgens als ik opsta, dan ruik je hem gewoon nog. En ja, je huid is gewoon heel zacht, heel goed gevoed. Dus ik vind hem heel fijn. Dan heb ik nog een favoriet bodyproduct en dat is deze fles. En dit is van Hand Chemistry en dit is de Hyaluronic Body Mist. Dit is dus body mist en deze bevat heel veel hyaluronzuur. En hyaluronzuur zorgt ervoor, is een hele goede vochtbinder bijvoorbeeld. Dus houdt goed vocht aan je huid vast. En een goed gevoede huid, dus die goed genoeg vocht vasthoudt, is natuurlijk ook mooier om te zien. Minder snel droog, minder snel rimpels, lijntjes, etc. En het is het is anders dan een ander bodyproduct. Want het is dus zo'n flacon, die sprayen. Hij sprayt heel nevelachtig, hij ruikt heel fris. Hij voelt zelfs een beetje koudachtig aan. En zeker niet onprettig. En ik denk dat het in de zomer ook heel erg fijn is. En het trekt zo snel in. Ik heb gewoon nog nooit een bodyproduct gehad wat zo snel intrekt als dit. Want je voelt het. Het is een beetje plakkerig, waterachtig. En je doet het op, je smeert het en het is echt meteen al ingetrokken. Dus je hoeft niet te wachten om je kleding aan te trekken. En je bent de hele dag, is je huid ook goed gevoed. En je kunt hem zelfs gebruiken, als je dat wil, voor je gezicht. Bijvoorbeeld na je make-up. Hè? We kennen het allemaal wel, denk ik. Een spreetje over je gezicht. En daar kan je deze ook nog zelfs voor gebruiken. Dus die is echt heel fijn. Dan het volgende product. En daar ben ik echt helemaal wel, eigenlijk wel lichtelijk obsessief door. Dat is deze hele mooie chique pot. Het ziet er al gewoon beeldig uit zo. Dit is van Kenzoki. Dat is het skincare merk van Kenzo. De parfums kennen jullie vast wel. Dit is het Dream Night Mask. En dit is een nachtmasker. Dat doe je 's avonds op. Nadat al je make-up eraf is, je huid goed gereinigd. Breng je dit aan. Gewoon een, hoeft echt geen overdreven dikke laag. Gewoon een normaal zoals je het zou doen met nachtcreme. Ik gebruik hier verder ook helemaal niks bij. En dan alleen dat is al een ervaring op zich. Want het is zoiets anders dan dat ik van andere crèmes of maskers of zo gewend ben. Het voelt zo apart aan. Ook als je het aanbrengt en je ziet al meteen dat je huid een soort van boost krijgt. Mooie glans, een mooie glow. En het ziet er allemaal net wat zachter uit. En dat laat je dus gewoon zitten. Dus het voelt niet plakkerig of zo dat je met zo'n plakhoofd in bed ligt. En als je 's morgens opstaat, ja, dat is het eigenlijk. Je hoeft het ook niet apart te verwijderen. Het is helemaal lekker ingetrokken. Het ruikt heerlijk. En het is heel fluffy-achtig. Het is echt zo'n wolk. Ja, een beetje wolkachtig. Zo ziet het eruit. Het is heel licht roze. Al lijkt het misschien een beetje witachtig op camera. En het is zoals je ziet ook vrij dik. Er zitten allemaal zeldzame bloemextracten in. En daardoor, het ruikt zo lekker. Dus als je het opsmeert, ja, ik hou er wel van als het lekker geparfumeerd is. En zoals ik al zei, het is echt wolkachtig. Een hele aparte substantie. Heerlijk voelt het aan. En het is echt een aanrader. Ik weet, het is een dure pot crème. Ik heb hem dan wel gekregen. Maar ik zou hem zelf, nu ik weet wat hij doet, zou ik er zelf ook al mijn geld voor over hebben om deze zelf te kopen. Ik hoop natuurlijk voorlopig niet dat de pot opgaat. Ik gebruik hem ongeveer 2 tot 3 keer per week. Dat wordt ook geadviseerd. En dus daarom kun je er wel vrij lang mee doen. Maar hij is echt helemaal hemels gewoon. Dan 2 favoriete geuren van afgelopen maand. Dat zijn er toevallig 2 van Chanel.
Als eerste Coco van Chanel. Dus niet Coco Noir, maar gewoon echt Coco. En dit is dan een hele... Ja, deze geur bestaat al heel erg lang ergens. Volgens mij begin jaren 80 is die uitgekomen. En het is nog steeds zo'n geweldige, lekkere geur. Hij is vrij zwaar. Heel poederachtig. Hij heeft ook een klein vleugje oriëntaals. Maar vooral het poederachtige ruik je heel goed in. En je ruikt hem ook de hele dag. Dus een heerlijke geur van nu in de winter. En nog een favoriete geur van mij is deze Coco Chanel. Coco Mademoiselle van Chanel. En dit is denk ik ook een hele grote favoriet van heel veel vrouwen. Deze vind ik gewoon altijd lekker. Ik gebruik hem al jaren en hij verveelt gewoon echt nooit. En deze is ook al wat sterkere geur. Vind je Chanel nummer 5 bijvoorbeeld te zwaar, dan is dit misschien wel een goed alternatief. En deze ruikt vooral ook, heeft dat poederachtige, maar ook veel bloemachtig. Dan iets waar ik ook super enthousiast over ben. En die zagen jullie volgens mij in de vorige video nog in de unboxing. En in de tussentijd heb ik hem natuurlijk al geprobeerd, al 2 keer zelfs. Dat is deze tube van L'Oréal. En dit is de L'Oréal Professional Color Corrector. En deze is dus voor lichtgekleurd haar. Vooral als je of helemaal blond bent. Of net als ik gewoon gedeeltes blond hebt in je haar. En deze is dus... Ik ben een tijdje geleden naar de kapper geweest. En heb ik ze met Olaplex. En toen hebben ze het geverfd en een stuk lichter. Ik heb al vaker gezegd, op camera komt het anders over de kleur dan werkelijk bij daglicht. Maar toen hebben ze het vrij assig hier gemaakt. Vooral aan de onderkant of dit gedeelte. En dat is best wel lastig om te onderhouden. En ik gebruik al een zilver shampoo. Maar ik had toch zoiets van, ik hoorde en las steeds meer hierover. Ik denk, dat ga ik toch eens proberen. En dit is dus een product wat je gebruikt helemaal na het wassen. Als je haar gewassen hebt op handdoekdroog haar. Dan doe je dat erin. Het is paarsblauw en het is geen verf of zo, hoor. Maar je moet het er echt in doen en tussen de 7 à 10 minuutjes laten zitten. Het is wel aan te raden om een handschoentje aan te doen, want alles wordt helemaal anders blauw-paars. Dat kun je wel weer afwassen, maar het is gewoon niet zo fijn. Dus ik gebruik daar handschoentjes voor. Dan laat je dat dus even zitten. Ik heb hem nu 2 keer gebruikt en 2 keer 10 minuten laten zitten. Dan ga je het weer uitspoelen en het werkt dan een beetje net als een soort masker. Je haar is daarna echt ultra, ultra zacht. Ruikt heel erg lekker. En het haalt helemaal het gele helemaal eruit. Maar dat niet alleen. Je krijgt echt weer die assige tint. Krijg je helemaal weer terug hiermee. Dit is gewoon echt amazing spul. En het is volgens mij zo niet in de winkels te koop. Dacht ik omdat het uit de L'Oréal Professional lijn komt. Maar het is zeker wel overal online verkrijgbaar als je het even googelt. En als je zo'n soort product zoekt en zilver shampoo niet genoeg is voor jou. Dan is deze echt top. Dan ben ik aangekomen bij mijn favoriete gedeelte van deze favoriete video. En dat zijn de make-up producten. Ik kreeg net trouwens een ontzettende niesbui. Dus misschien dat ik een beetje van die waterige ogen daardoor heb. Maar dan weet je in ieder geval waar het komt. Dat heb ik al vaker als er stofjes of zo hangen. Dan ga ik heel erg niezen. Make-up producten. Deze van Benefit. Dit is de Watch Up Highlighter. En die heb ik eigenlijk weer herontdekt. Die heb ik al een paar jaar. En het schijnt ook de highlighter te zijn die Kim Kardashian draagt. En ik dacht een tijdje geleden van, weet je wat, ik had een Benefit event en dat was natuurlijk weer over de bronzers en zo. En toen dacht ik, laat ik die highlighter er maar weer eens bij pakken. En dat heb ik gedaan en ik vind hem echt heel fijn. Weer, dat vond ik al, maar ja, ik heb hem gewoon een tijdje niet gebruikt. De verpakkingen van Benefit zijn altijd gewoon te leuk. En hier zit dan ook, en het is een beetje een champagne kleurige highlighter. Hij is niet heel cool, hij is ook niet heel warm, een beetje ertussenin. Er zit ook een sponsje aan de onderkant, maar ik breng hem het liefst aan met mijn vingers of ik blend hem eventjes uit met een kwast. En ik kan hem al meteen even swatchen. Maar dit is wel een hele, oh ik knoei, een hele mooie fijne highlighter. Hier zie je hem op mijn hand. Ja, de glans is echt prachtig. Dan heb ik nog een product van Benefit wat ik eigenlijk een beetje herontdekt heb. En dat is de Hoola Bronzer van Benefit. En als jullie vaker naar mijn video's kijken, dan weet je dat mijn Anastasia contourpalet bijna op is. En toen dacht ik laatst eigenlijk van, ook weer naar aanleiding van het Benefit event, van weet je wat, ik pak eigenlijk die Hoola Bronzer weer eens erbij om te contouren. En ik vind hem weer zo mooi en zo mooi natuurlijk. Het is een matte bronzer en creëert mooie natuurlijke schaduwen als je contourt. En het is niet de oranje, het vlekt niet, het is niet de bruin. Het is gewoon heel mooi. En zo ziet hij eruit. Is ook een kleur om te contouren die voor heel veel mensen geschikt is. Dus mocht je nog een goed contourproduct zoeken, dan is deze zeker aan te raden. Dan laat ik jullie nog een highlighter zien. Deze is van Becker Cosmetics en dit is Champagne Pop. En dit is denk ik echt de allermooiste highlighter die ik heb en ooit ook heb gehad. Deze is gemaakt in samenwerking met Jaclyn Hill, een hele grote beauty guru op YouTube. Ik denk dat jullie haar vast wel allemaal kennen. Deze is zo mooi. Het lijkt misschien zo niet zo'n gangbare kleur, maar is het wel. Hij is, ik vind hem nog mooier dan Nars Albatros. En dat was altijd echt wel mijn highlighter, zeg maar. Deze heeft ook, ik zal hem even swatchen.
Hij is ook super mooi gepigmenteerd. Even kijken, ja, dit is hij. Hier zie je dus die van Benefit en hier zie je Champagne Pop. Deze is wat warmer van kleur en ook voor heel veel huidjes geschikt. En die geeft zo'n mooie, toch natuurlijke glow. En die blijft ook gewoon de hele dag zitten. Dus echt, als je hierover twijfelt, een pracht van een highlighter. Dan een heel groot favoriet weer, dat is dit palet van BH Cosmetics in samenwerking met Carly Bible. En zij is natuurlijk ook heel groot op YouTube. En dit palet, dat is ook echt gewoon zo mooi. En het helemaal nens. Heel veel mooie kleurtjes. En vooral de mooie natuurtinten en kleuren zoals deze Morph, die vind ik prachtig. En het is een van mijn lievelingskleuren uit het palet. Zeker gecombineerd met deze rosé kleur met shimmer erin. Dat kan je ook wel zien. Die heb ik echt al zo vaak gebruikt dat ik de pen al heb geraakt. Er zitten mooie highlighters, CQ bronzers in. En deze plum kleur vind ik bijvoorbeeld ook heel erg mooi. En het is zo mooi voor om daar een dagelijkse look mee te maken. Een beetje zo'n everyday palet wat je er dan bij kunt pakken. Wat eigenlijk overal ook wel bij staat. Dus echt een toppertje. Dan nog een palet wat mijn hart heeft gestolen. En dat is deze van Too Faced. Nou, zoals jullie weten, dat heb ik al heel vaak verteld, ben ik groot fan van de oogschaduwpaletten van de Chocolate Bar van Too Faced. En zo heb ik de Semi Sweet Chocolate ook. En deze mocht dan ook niet ontbreken. Dit is het Chocolate Bonbons palet. Heel mooi roze. Dit keer heel snoeperig, heel girly. En daar zitten ook allemaal hele mooie kleuren in. Kijk, het is gewoon al een plaatje om te zien. En deze oogschaduws zijn heel fijn. Die zijn heel zacht. Blenden mooi, weinig fallout, goede pigmentatie. Het zijn gewoon toppers. En dit keer zitten ze allemaal in de vorm van hartjes, de oogschaduws. Heel erg schattig. En daar zitten dan ook kleuren in die je een shimmer highlighter die je kan gebruiken als highlighter. Die kan je ook wel op je gezicht gebruiken, maar vooral ook onder je wenkbrauw. En deze is mat. Er zitten een aantal roze tintjes in. Ook wel weer wat naturel tinten. En dat mauve zoals deze. Dit vind ik een prachtige kleur. Deze vind ik ook heel mooi om die twee dan te combineren. En dan ook weer, ik kies heel vaak voor dezelfde kleuren, met een beetje weer zo'n soort donkerpaars bordeaux plumachtig kleurtje. En ook deze roze is bijvoorbeeld heel mooi om te combineren bij die grijze. Maar het is gewoon een toppalet en ik ben hier heel blij mee. Dan nog een palet en dat is deze van Sephora. Dit is het Ombre Obsession Face Palette. En dit bevat allemaal kleuren. Bronzer, highlighter en blush. Het is meer als een soort disc en deze heeft allemaal kleuren. En die willen jullie de afgelopen video's al heel vaak voorbij zien komen. Ook in een paar tutorials. Ik gebruik hem gewoon echt iedere dag. Je hebt, ja, qua bronzer, het is niet geschikt om te contouren, want er zitten geen matte bronzers in. Maar om gewoon na het contouren een gezond gloedje aan je gezicht te geven. Met een mooie shiny bronzer die niet te glanzend is. Deze ideaal. Ik vind de blushes ook erg mooi. Maar ik ben vooral heel erg fan van de bronzers. De highlighter gebruik ik ook wel regelmatig. Maar de bronzers, die, ja, dat gebruik ik echt gewoon iedere dag. Dan nog een blush van Chanel. En deze komt uit de huidige voorjaarscollectie. Dit is Chanel Sunkissed Ribbon Harmony de blush. Een hele mooie, lekker ruikende blush. Met verschillende kleurtjes. Waardoor als je er met een grote blushkwast overheen gaat, het geeft een mooie, frisse, gezonde gloedkleur aan je wangen. En hij ruikt ook nog eens heel erg lekker naar roosjes. En dan als allerlaatste heb ik drie lipproducten die ik eigenlijk iedere dag nou met elkaar gebruik. Die ik jullie nog ga laten zien. En dat is een lippencil, een lipstick en een liquid lipstick. Het lippencil is van Estée Lauder. En dit is zijn hele fijne lippencils trouwens. Dit is de Stay in Place Lip Pencil in de kleur nummer 17 Morph. Dus het is een morph-achtige, ja, morph kleur. Daar ben ik dol op. En het is een beetje een crème-achtig. En het is het potlood heeft geen hele droge structuur, een beetje crème. En dat is eigenlijk wel fijn, want dat droogt je lippen niet zo snel uit. En het bruin, roze, ja, morph-achtig, heel mooi. Nou, hoe gebruik ik deze nou? Ik omlijm mijn lippen, dan kleur ik ze helemaal in met deze kleur. Dan raak ik er overheen met MAC Faux. Zoals jullie weten is dat een van de mooiste nude kleuren voor mij. En die is ook bijna op, maar het kan nog wel. En MAC Faux. En die doe ik er dan eigenlijk overheen. Dan mix ik dat met elkaar. Hier zit hij. En dan als allerlaatste doe ik daar, en dat is ook zo'n topkleur, deze Anastasia Liquid Lipstick in Pure Hollywood. Echt de perfecte nude kleur. Die doe ik er dan overheen. Ik draag het trouwens nu ook die combinatie in deze video. En dan is deze ook wat minder droog. Want als ik die echt zo op mijn lippen doe, dan zie je toch wel heel snel de lijntjes. En ik vind de combinatie, daar krijg je zo'n mooie nude mauve lipkleur van. Hier zit die, de Anastasia. En ook de producten afzonderlijk vind ik gewoon heel mooi van kleur en heel fijn. En deze heb ik afgelopen maand ook bijna iedere dag gedragen, zoals je ziet. En dit waren ze dan, mijn favoriete beautyproducten van februari 2016.
Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben ook benieuwd of jij beautyfavorieten hebt die van afgelopen maand. Zo ja, laat het me weten hieronder in de comments. Of misschien zijn er wel producten waarvan je zegt, oh, die moet je echt proberen. Dat is echt iets voor jou. Laat me alsjeblieft weten. Dat vind ik hartstikke leuk. Of ga natuurlijk even naar mijn site glamouristagirl.nl. Vergeet deze video niet het blauwe duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie natuurlijk heel snel weer in de volgende video. Doei!